Goed. Tot morgen. Ja, tot morgen. Ik snap dat dus niet, hè. Wat heeft hij nu verkeerd gedaan? Hij heeft zelfs haar leven gered. Soms verwacht een vrouw dat je terugbelt, hè. Rob, ik wou u iets vragen. Oh, dat komt goed uit. Ik hier ook. Ah. Nee, maar u eerst. Ja. We hebben de laatste tijd nogal problemen gehad met omdat we met te weinig manschappen zaten. Maar, nee, jij eerst. Ik? Oh. Nee, ik... Eigenlijk wou ik alleen maar zeggen hoe blij dat ik ben dat ik nog steeds lid ben van LOD Brugge. En dan vooral met een partner zoals de chef. Dat was precies wat ik wou zeggen. Oh. Ja. Dat ik heel blij ben met u in mijn team. Doe zo verder, hè. Absoluut. Verdomme. We kunnen niet blijven doen alsof er niks is gebeurd. Pieter, we hebben gekust. Het was het moment. De emotie. Dus het stelde helemaal niks voor? Nee, dat zeg ik niet. Het is alleen... Ja, ik ben nu met Eva. En ik ben niet het type dat vreemd gaat. En ik wel. Wil je het daar blijven over hebben? Nee, dat bedoel ik niet. Het is alleen... Ik weet eigenlijk niet wat ik bedoel. Dan zal ik het u zeggen. Jij hebt hetzelfde gevoel als ik. Dat er nog altijd iets is tussen ons. En moest het na al die weken nog niet duidelijk zijn... Ik heb spijt dat ik ben vertrokken. Ik had dat nooit mogen doen. Ik wil ons nog een kans geven. Maar voor hoe lang dan? Tot er nog eens een Thomas de Waal komt? Of zijn Guy van Steenkisten? Koppigheid is een hele slechte karaktertrek van u van innen.